Welkom bij deze fototip Tino en wij gaan een portretfoto maken buiten. En ja, daar heb ik deze locatie voor uitgezocht. En ja, wat zie je hier? Het ziet er eigenlijk, dat hoor ik jou denken, het ziet er eigenlijk niet uit. Van hoe kan je hier nou een leuke portretfoto maken? Het weer is erg grijzig, er zit geen kleur, er schijnt geen zon, er is helemaal niks. En toch gaat het mij lukken om met behulp van één flitsertje, ja, een flitsertje die ik dadelijk in de boom hang, om daar toch een hele leuke, mooie, zachte foto van te maken. Ik ga je vertellen hoe. Nou, zoals ik al net zei, ik heb deze flitser in de boom gehangen. En dat kan vrij stevig met deze Gorilla pot. Ja, die kan ik echt helemaal om die takken heen buigen en dan hangt die echt stevig. En ik heb eerst eventjes een testfoto gemaakt. En nou zie je op deze testfoto hier dat de foto ja, op zich wel aardig is, maar het is niet meer dan een gewone foto. Vooral de achtergrond daar links, waar je dat boerderijtje ziet en dat weiland, dat is keurig uitgelicht. Maar eigenlijk hiervoor, achter mij, dat is veel te donker. Dus wat doe ik? Ik zal even de specificaties erbij houden. Zet ik trouwens ook in de foto. Deze foto is genomen op een diafragma 11 en een sluitertijd van een 80ste. En daar wordt hij eigenlijk heel gewoon. En ik moet eigenlijk de boel gaan overbelichten. Nou, op deze foto heb ik het aardig overbelicht. Hier is het helemaal wit geworden. Ik ben gaan werken met een F4 in plaats van F11. En je ziet daardoor dat het hier overbelicht is en dat de bordjes, dat die duidelijk wat meer contrast hebben gekregen, dat daar wat meer te zien is. Wat wel aardig is in die andere foto, ik haal hem even terug, dat je ziet dat die flitser is een ster geworden. En dat krijg je met een klein diafragma. Diafragma 11 geeft dus een stervorming in lantaarns of in flitsers. En dat is altijd wel een leuk effect. Nu we de juiste compositie hebben gemaakt, dan schieten we de foto. Maar ja, als je deze foto ziet, hij is veel te hard geflitst. Veel te hard. Dus sommige dingen op het haar zijn helemaal dichtgelopen. Er zit totaal geen contrast meer in. Nou, dat kunnen we simpel oplossen door het vermogen van de flitser aan te passen. En hem gewoon wat minder vermogen te laten geven. Dus dat is vrij snel opgelost. Alleen een ander probleempje is wat minder makkelijk op te lossen. Je ziet hier op de schouders zie je behoorlijk wat licht in het haar. Dus hij verspreidt zijn licht naar alle kanten. En ik wil juist dat het licht wat gedoseerd wordt alleen op het haar. Nou, wat heb ik daarvoor verzonnen? Ik doe op mijn flitser een grid. Nou, wat is het voordeel van een grid? Het voordeel van een grid is dat je het licht echt stuurt. Het neemt qua vermogen ook behoorlijk af. Nou, dan heb ik mijn ene probleem in één keer opgelost. Maar het stuurt ook het licht naar een bepaald punt. Dus het verspreidt zich niet alle kanten meer op. Dus als ik deze erop zet op een flitser, dan gaat het vrij eenvoudig. Als ik de goede kant doe, hopla, dan zit hij erop. En dan kan ik deze foto maken. Nou, dat is toch een hele leuke foto geworden. Met eenvoudige middelen, één flitser en voor de rest eventjes heel goed kijken van wat je doet. Misschien vraag je je af van, joh, hoe stuur je nou die flitser aan? Want die flitser die staat daar ergens los. Gaat die met een draad of hoe gaat dat? Nou, het Nikon systeem heeft een infrarood systeem. En er zit hier een oogje dat correspondeert met mijn pop-up flitsertje. En dan kan ik op mijn camera deze flitser bedienen. En dat is bijzonder handig, zeker in deze situatie. Dus dit was een stukje strobisten ook eigenlijk. Dan welke lens heb ik gebruikt? Ik heb gewoon een 100 mm portretlens gebruikt. Met een 2.8 lens, dus lekker lichtsterk. En dan krijg je altijd mooie effecten mee. Dit was mijn fototip Tino. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zou zeggen, tot een volgende keer.